maken. Mijn panel vandaag: Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, en Carline van Breugel, en zij is communicatieadviseur. We gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen even met de oorlog in Oekraïne en alles wat ermee te maken heeft. Laten we even dat aanvangen bij Joe Biden. Amerikaanse president zei namelijk bij CNN het volgende over zijn Russische collega Vladimir Poetin. I think he is a rational actor who's miscalculated significantly. I think he thought he's going to be welcome with open arms. That this has been the home of Mother Russia in Kiev, and he was going to be welcomed. And I think he just totally miscalculated. Ja, Poetin is dus een rationele man, maar wel eentje die deze oorlog totaal verkeerd ingeschat heeft. Poetin die zou volgens Biden hebben verwacht dat ze hem in Kiev als een soort god zouden binnenhalen, maar dat had hij dus toch ietsjes verkeerd ingeschat. Wel even benieuwd hoe jullie dit zien. Poetin, Tom, zie je dat als een soort, als een rationele man, iemand die precies weet wat hij doet, heel berekenend, of toch een gevaarlijke gek, of allebei? Ja, allebei. Normaal gesproken heel erg koud en heel erg berekenend. Ja, ik ben het eens hè, wat president Biden zegt. Aan de andere kant laten we nu niet naïef worden. Want een paar maanden geleden heeft het nog maar een haartje geschuwd of hij had Kiev wel ingenomen. Een paar kilometer waren ze bij de grens. Als Europa toch niet zo snel en ook Amerika wapens had geleverd, dan was de opmars in het zuiden niet gestopt. Mm-hmm. En we zien hoeveel schade hij nog steeds kan berokkenen. Ik denk trouwens ook dat Poetin die probeert het op de lange termijn te spelen. Dus die hoopt gewoon dat economisch het Westen door de sancties en door de inflatie en door de gasprijzen alsnog op de knieën gedrongen wordt. Mm. Dus koud. Maar laten we ook niet naïef worden en nu denken van, oh, het is al gewonnen. Ja, Biden is misschien zelf ook niet de allerhandigste altijd, want die zorgde vorige week zelf nog voor onrust. Toen zei hij dat de kans op een nucleaire Armageddon op het hoogste niveau was sinds, 1960. Maar nu zegt Biden weer dat hij niet denkt dat Poetin daadwerkelijk zo'n nucleair wapen gaat inzetten. Well, I don't think he will, but I think it's irresponsible of him to talk about it. The idea that a world leader of one of the largest nuclear powers in the world says he may use a tactical nuclear weapon in Ukraine. Once you use a nuclear weapon, the mistakes that can be made, the miscalculations, who knows what would happen. Een beetje dom, Carlino, van Biden om eerst te zeggen, ja, nucleaire Armageddon is allemaal heel gevaarlijk. En dan een week later zeg je, ja, maar hij gaat het toch niet doen. Ja, en ik weet niet welke gedachte daarachter zit. Maar ik weet wel dat, dat het geholpen heeft bij Europa voor een extra urgentie, voor het extra leveren van wapens. Mm-hmm. En dat dat wel helpt in die oorlog. En als je ook ziet dat, vandaag kwam ook artikel uit, hè, dat de Britse afluisterdienst het heeft over een wanhopige situatie voor Rusland. Dat ze oud materieel gebruiken. Ze ook het aantal raketten wat ze nu afvuren, dat ze daar maanden voor nodig hebben om dat weer op te bouwen. Tekort aan munitie. En dat ze nu 100.000 slechtere trainde reservisten die kant op sturen. Ja, dat zegt wel iets over hoe die oorlog loopt. Het betekent niet dat die al gewonnen is, maar ik vind dat wel een fijn geluid. Ja, dus ja, en dat weet geloof ik de GCHQ, hè, de geheime dienst, die dan militairen afluistert. En ja, jij denkt als dit toch een tijd duurt, dan uiteindelijk verlamt Rusland zich dermate dat het dit is niet mijn vak. Nee. Dus ik durf niet zeggen of dit. Ik kan niet precies bepalen wat dit betekent. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat als zij nu met zulke oude tanks rijden, met zulke oude, zelfs zeg maar lucht af. Eigenlijk raketten om luchtaanvallen te uit de lucht te schieten, die gebruiken ze nu om aan te vallen. Dat zegt gewoon iets over welk materiaal zij tot hun beschikking hebben tegenover Oekraïne, die van ons de allernieuwste materialen ontvangt. Mm. En tegelijkertijd is dat ook het enge eraan. Want als hij zometeen niet meer conventionele wapens heeft en alleen nog maar die tactische kernwapens als enige. En de Krim is heilig voor hem en dat wil hij kosten wat kost verdedigen. Ja, dan blijft het wel die hele spannende situatie van de Koude Oorlog. Ja. Tom, maak je zorgen om die nucleaire component? Ook omdat, voordat je zo'n ding daadwerkelijk gaat afvuren of daarmee gaat testen, daar zijn helemaal geen signalen voor dat dat nu in voorbereiding is. Dus het is waarschijnlijk ook gewoon veel lucht verplaatsen en bangmakerij. Maar ja, gaat het echt gebeuren als die te slim is, niet? Ja, ik denk echt dat het afhangt van wat gaat er de komende anderhalve maand gebeuren in Rusland zelf. Dus wat gaan de vertrouwelingen om Poetin heen zeggen? Het is niet voor niets dat hij nu iets strijdvaardigere commandant. Ja, dat kan je wel zeggen, want die besloot even heel Oekraïne. Precies. Gisterochtend in elkaar te ploffen. En dat komt dus puur omdat de hardlijners zeggen van Poetin, je moet gewoon harder ingrijpen. Ja. Aan de andere kant, de bevolking, ik kan me niet voorstellen dat die blij zijn dat er duizenden en duizenden Russen iedere keer weer dood terugkomen.
Dus ja, wat gaat die oppositie doen? En ik denk dat dat is dat spanningsveld. Ja. En ja, wie weet, ook nog een optie, misschien revolutie. Ja, ja. En dat vond hij misschien ook al steeds een beetje gebroken worden door ook staatsmedia, waar ook op wat dissidente meningen af en toe doorkomen. Okay. Ja, dat is ook zo heftig aan die oude wapens, dat zeg maar de hoeveelheid mensen die daardoor omkomt en de onnauwkeurigheid ervan gewoon tot zoveel extra leed lijkt. En ja, ik vind dat gewoon heel, heel heftig.